Welkom iedereen. Binnen 5 minuutjes gaan we van start. Dan gaan we de online voorstelling doen van de Vibe 12. We hebben nog 5 minuutjes. Hopelijk horen jullie mij voldoende luid. Is er niet te veel achtergrondlawaai? En hopelijk zien jullie alvast mijn gedeelde scherm. Geef zeker een seintje in de chat. Of in de Q&A misschien, als jullie technische problemen hebben. Dus mijn collega Annelies is er ook bij vandaag. Dus zij gaat mee eventuele vragen opnemen. Dus alvast dank jullie wel voor de tijd. Normaal duurt de sessie van 4 tot 4:30. Even kijken in de chat. Ah, dank u wel, Annemie. Super. Ja, dus dank jullie wel voor de tijd. We gebruiken dus vandaag Zoom. Voor de meesten ondertussen misschien gekend. Gaat zeker straks nog overlopen bij de start. Maar dus op zich, de sessie wordt opgenomen. Dus dan kunnen jullie alles zeker nadien nog een keer bekijken, beluisteren en sowieso ook de info doorspelen aan geïnteresseerde collega's, eventuele ouders. Voilà, dus sowieso kan je vragen stellen in de Q&A, dus dat kunnen wij mee opvolgen. Als je tussendoor of op het einde van de sessie ja liefst mondeling iets vraagt, steek misschien dan je hand op. Er is ook een chatfunctie, dus daar kan je vragen stellen of ja, daar kan je een interactie gaan met de andere deelnemers. De Mathilde zegt ook dat lukt. Ja. En dus kijk zeker nog even na of je mij voldoende luid hoort en of je misschien nog iets aan jouw audio kan doen. Dus het geluid aanzetten, voldoende luid zetten. En weet dat je op elk moment gewoon de sessie kan afsluiten, kan verlaten. Alles wordt opgenomen en nadien ook toegestuurd naar jullie. Dus alle begrip als jullie vroeger door moeten. Ja. Nog een aantal minuten. Oké, dan gaan we stilletjes aan van start gaan. Dus hartelijk welkom iedereen. Ik ben Christine, de logopediste van Jabla. Sommigen kennen mij misschien ondertussen al. Mijn collega Annelies is er ook bij vandaag. Zij doet marketing en communicatie bij Jabla. De MindExpress 5 instructievideo's zijn onder andere van haar hand. Dus zeker een kijkje nemen. Dus welkom om vragen te stellen in de Q&A of misschien na afloop mondeling, als je dat liever hebt, via jouw micro. Dus we gebruiken Zoom vandaag. Alles wordt opgenomen en nadien toegestuurd. Vragen kan je dus stellen in de Q&A-sectie. Dus daar kunnen wij opvolgen welke vragen voor ons bedoeld zijn. Kunnen wij de vragen beantwoorden die voor ons zijn. Steek gerust jouw hand ook op, misschien liefst om 4:30, als je mondeling nog iets wil bevragen. En weet dat er ook gewoon een chatfunctie is waarin dat je onderling met de participanten vandaag in interactie kan gaan. Hopelijk horen jullie mij goed, zien jullie alles goed, maar ik heb al een seintje gehad in de chat. En op het einde van de sessie kan u gewoon op leave klikken om de sessie te verlaten. En dan gaan we nu een kijkje nemen naar de Vibe 12.
Dus de Vibe 12 is ons meest recente toestel, meest recente Jabla-toestel. Dus je ziet foto's van de Vibe op de slide. Die staan ook in de handleiding. Ik heb er ook eentje hierbij om het wat concreter te maken. Dus eerst wil ik kort even het toestel zelf overlopen. Dus de hardware, welke knopjes en gaatjes zijn er allemaal. En dan zou ik een aantal dingen extra in de verf willen zetten van het toestel. Dus je ziet aan de voorzijde van de Vibe 12 de aan-uitknop linksbovenaan. Dus die is wel best makkelijk te bedienen. Naast de aan-uitknop zie je de knop om luider en stiller te zetten. Dus het volume te regelen. Ook wel best eenvoudig te bedienen momenteel. Alleen nu met die extra knopjes. Dan heb je rechts aan de rechterzijde onderaan de mogelijkheid, dus om op te laden natuurlijk. Daar kan je je oplader aansluiten. Dus de bijgeleverde oplader die past erin. Die heeft ook een magneetje om hem te kunnen fixeren. Dus zodat hij goed aansluit. En boven de oplaadplek heb je eigenlijk een USB-C-poortje. Dus daar kan je, net zoals bij de gewone Vibe, de Vibe 10 dan, eventueel een toetsenbord, een muis aansluiten via een bijgeleverde USB-C-hub. Dat is een beetje de voorzijde van de Vibe. En dus eigenlijk is het een Windows 10 Pro-platform. Mooi geïntegreerd in een case met een ingebouwd handvat. Misschien nog interessant om te vermelden is dat het een 12,3-inch scherm is en dat je zowel langs de voorzijde als de achterzijde ook een camera hebt. Dus hier kan je bijvoorbeeld vanuit MindExpress 5 dan gaan bedienen, foto's gaan trekken en zo verder. Misschien nog interessant bij het handvat is dat je daarnaast ook uitsparingen hebt, bijvoorbeeld om de riem van jouw tas daaraan te bevestigen. Het is best een robuuste riem, die kan je daar dan in klikken. Als je eens naar de achterzijde gaat kijken van de Vibe 12, die heeft ook een aantal typerende kenmerken voor een Jabla-toestel en dan ook zeker voor de Vibe-familie. Dus de achterzijde van de Vibe 12, daar zie je ook weer een goede versterker, dus de luidsprekers, net zoals bij de Vibe 10. Heb je ook het meeleesscherm, zoals bij de Vibe 10. Heb je een escape-knop, dus daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. Het resetgaatje naast de escape knop. En heb je hier, dat was een kleine preview, dus de infrarood, dus de zender en ontvanger om via infrarood omgevingsbediening te gaan toepassen bijvoorbeeld. Ook kenmerkend voor de Vibe-leden is dat je dus een voetje hebt dat je kan uitklappen. Dus je kan dus dat gewoon plat neerleggen op tafel. Dan heeft het een kleine inclinatie. Maar je hebt dus ook een voetje waarmee je hem iets verticaler kan zetten. En zoals je ziet, heb je in het midden van dat voetje een uitsparing waar je dus een Daisy-montageplaat of een Rehadapt-montageplaat kan aanvragen. Dus dat is eigenlijk een beetje een kort overzicht van het toestel zelf. Alle toeters en bellen. Er zijn een aantal dingen dus dat ik extra in de verf wil zetten. Bijvoorbeeld de Vibe 12. Wat zijn interessante aspecten? Bijvoorbeeld als er visuele uitdagingen zijn. Dus wat ik persoonlijk interessant vind aan de Vibe 12 is dat het best een groot scherm is. Dus 12,3 inch. Concreet betekent het dat het 26 centimeter hier in de lengte heeft. En 17,5 centimeter in de hoogte. Misschien interessant om te weten voor jouw communicatierooster. Dus qua visus, we winnen een aantal inches in vergelijking met de Vibe 10. Wat dat bijvoorbeeld ook interessant kan zijn voor die robuuste taalsystemen. Een Aloha, een POT, zeker ook een score. Maakt het zowel voor de OC-gebruiker als voor de begeleider misschien wel visueel gemakkelijker. De woordbeelden zijn een stukje groter daardoor, de symbolen zijn een stukje groter daardoor. Dus op zich geeft de Vibe 12 misschien de mogelijkheid aan meer personen om, bijvoorbeeld ook met visuele uitdagingen, om toch een robuust taalsysteem uit te proberen.
op het vlak van ondersteuning van de output, wil ik nog even herhalen. Dus je hebt die luidspreker, die echt wel goed draagt. Dus ook in een omgeving met ruis, bijvoorbeeld in een klassituatie, buiten. En dan dat tweede, het meelescherm, is misschien toch ook een interessant... Ik ben blij. Een interessante feature, net zoals bij de Vibe 10, dat je ook vast aan vast kan communiceren, dat je toch ook een beetje ondersteuning hebt bij die output, wanneer de spraak achterblijft. Qua interessante aspecten in het kader van motorische uitdagingen, op zich, je hebt dus een case met een geïntegreerd handvat, dus dat maakt het gemakkelijk om het te verplaatsen, te transporteren. En misschien ook interessant was, ja, ik had hier dus een volwassen vrouw die de Vibe aan het uitproberen was. En zij gebruikte echt het handvat om zichzelf te fixeren. Dus om zichzelf stabiliteit te geven, het goed te kunnen omklemmen en dan effectief te kunnen gaan werken met het toestel. In het kader van die motorische uitdagingen is misschien die ergonomische wake-up ook interessant. Dus als het toestel in slaapstand staat... Dan kan je dus de linkerbovenhoek omklemmen en dus zo het toestel wekken. Dus iets eenvoudiger dan de aan-uitknop bedienen bijvoorbeeld. Dus dat kan misschien wel helpen. Het is dus een capacitief scherm, dus het reageert op aanraking met de huid. En het reageert wel heel vlot, heel vinnig. Dus dat is ook wel een voordeel dat het goed reageert. Weet dat je de bediening kan aanpassen, de aanvaardingstijd, een uitsteltijd na selectie, dus dat blijft behouden. Je kan de gevoeligheid van het scherm een beetje aanpassen, maar op zich, als je niks aan aanpast, zie je dat heel vlot reageert. In het kader van dat motorische aspect, weet dus dat je een montage kan doen via Daisy of via Rehadapt. En dat je ook op jouw scherm altijd een vingerrooster een keyguard of een toetsenrooster kan aanvragen. Dus standaard of op maat, zodat het past voor het communicatiebestand van de gebruiker. Dus zowel de Vibe 10 als nu de Vibe 12, daar kan je een vingerrooster mee voor aanvragen. In het kader van de motorische, het toestel is ook best licht. Dus een stuk lichter dan een Tellus bijvoorbeeld. Waardoor dat je het eenvoudig kan meenemen en transporteren. Nog een stapje verder in dat motorische en dus in die bediening. Weet dat de Vibe 12 niet alleen via touch bediend kan worden, maar dus dat je bij de Vibe 12 ook twee poorten hebt voor schakelaars. Dus scanning via één of twee schakelaars kan met de Vibe 12. Daar gaan we het zeker nog een beetje over hebben later. En dus zoals kort even aangehaald, je hebt dus ook standaard infrarood bij jouw Vibe 12. En je kan optioneel ook Z-Wave aanvragen. Dus dat je naast alternatieve bedieningsmethodes ook die omgevingsbediening en die domotica hebt met de Vibe 12. Dus ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Dus samenvattend, de Vibe 12 heeft een aantal sterktes waardoor dat het misschien interessant kan zijn voor een actieve gebruiker. Dus vlot meeneembaar, een rubberen hoes met het handvat. Maar het heeft ook een aantal aspecten die misschien interessant zijn bij minder actieve gebruikers. Omwille van die alternatieve bedieningsmethodes, die omgevingsbediening, montagemogelijkheden en toch ook een groot scherm om het eventueel te bedienen bij fijnmotorische problemen. De vingerrooster ook. Voilà, dus dat is de Vibe 12, de hardware, het toestel zelf. Ik weet niet of er momenteel al vragen zijn daar rond. Ik zie dat Annelies geen toegang heeft tot de chat, dus dat ga ik straks bekijken. Een vraagje van Joël, is oogsturing mogelijk? Dus op zich zie je inderdaad geen geïntegreerde oogsturing. Maar kan je in principe een oogmodule koppelen? En heb je inderdaad in Mind Express 5 alle instellingen ook rond iGaze ter beschikking? Allee, ik weet niet, ik denk dat Mathilde Matthijs, collega, in de chat zit. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat Mobility Concept een oogmodule had gekoppeld.
Dus naast het toestel zelf en dus het uitzicht, hè, de hardware. Ja, een sterkte van de Vibe 12 is ook gewoon dat je er een Mighty Express 5 op hebt. Dus de Mighty Express 5 op jouw Yabla-toestel, die beschikt over alle stemmen voor jouw taal. Dus de vocalizer-stemmen en de a cappella-stemmen. Standaard geïncludeerd op jouw Mighty Express 5 op jouw toestel zijn de cymbal sticks symbolen, de bliss symbolen en de sclera symbolen. Maar uiteraard kan je nog andere symbolen databanken mee aanvragen. PCS symbolen, beta symbolen, widgets en zo verder. Al die info kan je ook zeker nalezen op onze website yabla.com. Naast Mighty Express 5 een permanente offline licentie op jouw Vibe 12. Kan je dus ook die extra licentie voor een begeleider, krijg je die erbij. En dat betekent dus dat jouw begeleider onbeperkt in tijd Mighty Express 5 kan gebruiken. Die kan dus 30 dagen offline werken. Dus je hebt een extra licentie, die kan je op verschillende Windows-platformen installeren. En dan kan je met jouw logingegevens als begeleider op een toestel op dat moment toegang krijgen tot Mighty Express 5. Voilà. Ook wel iets dat we al vaker benadrukken bij de Yabla-toestellen, is dat onze toestellen dus MDR-compliant moeten zijn. Zeker tegen mei 2022. Okay. En op zich vind ik dat ook wel een interessante om hier te vermelden, omdat het ook wel een impact heeft op ons als gebruiker, als therapeut, als omgeving. Want wat betekent dat nu, MDR of MDR-compliant zijn? Dat betekent eigenlijk dat Yabla de verantwoordelijkheid draagt over het toestel van begin tot eind. Dus dat we niet gewoon een lege doos afleveren, maar dat we echt in het hele proces een aantal verantwoordelijkheden hebben en een aantal zaken moeten regelen. Concreet begint dat eigenlijk al bij de ontwikkeling. Dus er zijn heel wat testen die gedaan worden. We moeten onder andere een risicoanalyse doen. Er worden metingen gedaan, onder andere van de elektrische lading. Er zijn gewoon heel wat richtlijnen waaraan onze Yabla-toestellen moeten voldoen. Onder andere de ISO-normen, wat wel iets belangrijk is. En dat die verantwoordelijkheid niet alleen stopt bij de ontwikkeling, maar ook bij de volgende stapjes. Dus bijvoorbeeld bij een demo-aanvraag, daar gaan we mee bouwen, aanpassen van bestand. Bij de levering nemen we de tijd om hardware en software voldoende in te stellen. Bij die levering krijg je ook, als je een Yabla-toestel koopt, een voucher voor een gratis opleiding, zodat je een beetje die ondersteuning daarin hebt in de software. Je hebt die technische ondersteuning op afstand, hè? Gratis technische ondersteuning na aankoop. En het feit dat als er een reparatie nodig is, dat je een aanspreekpunt hebt in België en dat die reparatie hier in België gebeurt. Dat is toch een aantal aspecten die wel een impact hebben op... of die het gemakkelijker kunnen maken voor de OC-gebruiker en dienstomgeving. Dus dat is ook een beetje het voordeel van de Vibe 12. Hè. Je hebt de hardware die ontwikkeld hier is en je hebt de software die hier ontwikkeld is en die worden echt op elkaar afgestemd in dat ontwikkelingsproces. Voordat ik verder ga, ik eens kijken in de chat, in de Q&A. Is het mogelijk om het beeld van Christine wat te vergroten, zodat we de vibe en de demonstratie beter kunnen zien? Annemie op zich, misschien kan ik hem nog eens op het einde tonen, maar hopelijk volstaan de printscreens in de slides, zodat je een beetje het overzicht ziet en de info ziet. Maar ik wil zeker op het einde nog een aantal zaken overlopen op grootscherm misschien, als dat oké is. Dus alle info die vandaag verteld wordt, wordt opgenomen, maar je krijgt ook een aantal documentjes opgestuurd na afloop. Een beetje een documentje met wat praktische info, de technische specificaties van het toestel, type van processor, welke poorten en ingangen zijn er. En je krijgt ook de brochure van de Vibe toegestuurd, waar dat je dan ook een vergelijkingstabel hebt tussen de verschillende Yabla-toestellen. Dat je een beetje ziet hoe... verhoudt zich dat tot de andere Yabla-toestellen. En dus een van de documentjes die jullie worden toegestuurd is van hoe gaan wij met dat toestel aan de slag? Dus bij een demo, als je zelf een assessment gaat moeten doen, als je een externe vraag krijgt en je wil de Vibe 12 daarvoor inschakelen, dan zijn er misschien een aantal dingen die interessant zijn om te weten. Die ga ik hier even doorlopen met jullie.
Dus ja, de eerste stap als je met de Vibe 12 aan de slag gaat, is ja, hoe zet ik het aan? Dus dat wordt beschreven in de stapjes. Dus een aantal tellen op de aan-uitknop drukken, linksbovenaan. Weet dus dat als het toestel in slaapstand staat, dus een korte klik, dat je de bovenhoek kan omklemmen en dat je dan automatisch de Vibe wakker maakt. Sorry, voilà. Het uitzetten van het toestel is net zoals eender welk Windows-toestel. Links onderaan kan je de Vibe 12 afsluiten. Hoe dat je gaat opladen, dus rechts onderaan met de bijhorende lader goed aankoppelen. En weet dus dat je ook een USB-C-poortje hebt. Dus als je een CE-erkende USB-C-lader hebt, dan kan je ook via die weg gaan opladen indien gewenst. Nog iets interessants of iets al snel aan bod komt als je met de Vibe 12 aan de slag gaat, is hoe moet MindExpress opstarten? Ik heb dan wel mijn toestel, het staat aan, maar hoe kunnen we een vlotte start maken in onze software? Dus op onze Jabla-toestellen gaat MindExpress 5 standaard automatisch mee opstarten. Weet dat je dat ook gewoon zelf kan instellen in jouw MindExpress. Standaard start MindExpress 5 op in jouw overzicht aan profielen. Maar weet dat je dat kan aanpassen op jouw Vibe of jouw bladtoestel. Bijvoorbeeld dat je meteen doorstart in het portaal van jouw OC-gebruiker. Dus in het profiel zelf, in het portaal van dat profiel. Of je weet, zeg je van, ja, nee, ook dit is niet wenselijk. We willen echt meteen laten doorstarten in een bepaald bestand. Bijvoorbeeld communicatiebestand. En dan is er daarbovenop ook nog de mogelijkheid om niet gewoon zo door te starten, maar meteen door te starten in fullscreen. Dus dat de OC-gebruiker zich niet kan verliezen in de Windows-balk en zich niet kan verliezen in de titelbalk en in de menubalk van MindExpress. Dus dat zijn, ja, je kan dat allemaal aanpassen. Hoe start de Vibe 12 op, in welk bestand, in welke verschijningsvorm. En in die fullscreen mode kan je dan ook nog opgeven, ja, ja, maar we willen dat beveiligen met een wachtwoord. Ja, dus als we uit volledig scherm gaan, dat je eerst een wachtwoord moet ingeven, alvorens je weer toegang hebt tot de Windows-balk en zo verder. Dus dat gaan we nu even kort bekijken. Dus in jouw MindExpress 5, op jouw Vibe 12 bijvoorbeeld, kan je in jouw profiel naar de instellingen gaan. En bij profielinstellingen kan je dat allemaal gaan personaliseren. He, bijvoorbeeld van, kijk, ik wil opstarten echt in dit specifieke profiel van mijn OC-gebruiker. En ik wil opstarten met een welbepaald bestand. He, dus niet noodzakelijk het portaal. Weet dat je ook een specifiek bestand kan gaan instellen als startbestand. Ter info, dus jij beslist zelf in welk bestand de Vibe 12 gaat openen. Er zijn dus heel wat kant-en-klare documenten in jouw MindExpress 5-licentie. Een aantal voorbeelden van symboolcommunicatie, Amigo voor tekstcommunicatie, een camera-app, een Skype-app, een mail-app en zo verder. Weet dat je van op de MindExpress-website ook heel wat communicatiebestanden kan binnenhalen. Onder meer Aloha, Score, nu ook Score versie 2 sinds gisteren. En daarin kan je dus jouw Vibe 12 laten doorstarten. Dus ook die volledige schermweergave vind je misschien interessant. Dat is ook iets in de profielinstellingen. Dus dat je kan vragen van, kijk, start mijn Vibe 12 op in volledig MindExpress scherm. En we willen dat beveiligen met een wachtwoord, zodat de OC-gebruiker niet zelf de Windows-balk terug kan toveren en zo verder. Dus op eender welk moment kan je in de menubalk van MindExpress 5 overgaan naar volledig scherm. Dat kan altijd nog, maar je kan dat dus instellen in jouw MindExpress 5-instellingenvenster. Nu, als je in fullscreen in MindExpress 5 zit, dan wil je daar natuurlijk ook soms terug uit kunnen raken. Dat kan dus door voldoende lang te drukken op de escape-knop op de achterzijde van jouw Vibe. Dus hier de Vibe 12, die grote zwarte ronde knop. Dus ook als je geen extern toetsenbord hebt, als je geen toegang hebt tot jouw Windows onscreen toetsenbord, dan kan je nog altijd de titelbalk, de Windows-balk oproepen door op de escape-knop te drukken, een aantal tellen, en dan verschijnt
jouw Windows-balk en de titelbalk en Mind Express menu terug. Dus dat is ook weer al zoiets eigen aan de Jabla-toestellen, de escape-knop op de achterkant. Een volgende aspect dat je misschien tijdens jouw evaluatie, tijdens jouw gesprek met externen moet bespreken, is dan de bediening en het aanpassen van de bediening. Dus vanuit jouw Mind Express 5 bestand, op elk moment kan je via je menubalk de bedieningsmethode wijzigen. Dus van muis naar joystick gaan of naar scanning gaan en zo verder. Maar je kan dan natuurlijk ook standaard laten opstarten, jouw Vibe 12 in een bepaalde bedieningsmethode. Dus in de instellingen van Mind Express 5 kan je naar bediening gaan en daar ook aangeven van kijk, als de Vibe 12 's morgens opstart, als we die aanzetten, dan moet die automatisch starten met scanning bijvoorbeeld. Of automatisch starten in joystick als bedieningsmethode. Dus dat zijn ook allemaal dingen die je kan personaliseren en die misschien al snel aan de orde zijn bij een demo bijvoorbeeld. Zoals jullie misschien weten, in Mind Express, dus ook in Mind Express 5, kan je elke bedieningsmethode gaan personaliseren, gaan aanpassen. Dus hoe ga ik visueler, auditiever gaan afscannen? Hoe ga ik visueler en auditiever gaan selecteren? Weet dat je de nodige info terugvindt in de handleiding of in de i'tjes in jouw instellingen van Mind Express 5. En aangezien de Vibe 12 dus poorten heeft voor schakelaars, voor scanning, verwijs ik toch graag ook nog even naar de instructievideo op de Mind Express 5 website. Dus mijn collega Annelies doorloopt daarin de verschillende instellingen rond scanning. Wat dan misschien interessant is om een beetje een overzicht te krijgen van alle mogelijkheden. En wie weet is dat ook iets dat je kan delen bij een externe vraag of bij een interne vraag. Voilà. Een volgende aspect dat vaak aan bod komt is dan de spraak en het aanpassen van de spraak, het personaliseren van de spraak. Dus weet, als je een Jabla-toestel aanvraagt, dus ook als je een Vibe 12 aanvraagt, krijg je Mind Express 5 met de vocalizer-stemmen en met de a cappella-stemmen. Dus dat betekent dat je in de instellingen van Mind Express 5 bij spraak hier een lijst met stemmen gaat terugvinden. Dus onder andere onze Ellen, Jeroen, Zoe, denk ik, en zo verder. Weet dat je altijd dus in Mind Express 5 zelf, als je internetverbinding hebt, dat je hier kan klikken op meer stemmen installeren. En dat je dan naar een pagina op onze website gebracht wordt om eventueel nog additionele stemmen toe te voegen. Bijvoorbeeld de Hollandse, de Nederlandse kinderstemmen, Merel en Thijs bijvoorbeeld. Dus weet dat je het volume kan aanpassen, zowel in Mind Express 5 als op de Vibe 12 zelf. Dat je met de snelheid kan spelen om die iets meer aan te passen aan de noden. En naast de stem die je kan kiezen, heb je bij spraak ook het uitspraakwoordenboek. Bijvoorbeeld eigennamen, leenwoorden, bastaardwoorden. Als die niet correct worden uitgesproken door de voorleesstem, dan kan je die gaan aanleren in het uitspraakwoordenboek. Dus dan moet je eenmalig het woord ingeven, een alternatieve uitspraak aanleren en dan gaat jouw Mind Express 5 in dat profiel vanaf nu altijd de juiste uitspraak gaan hanteren. Zonder dat het woordbeeld verkeerd is in de notitiebalk. Ik vermeld ook hier nog even het uitspraakwoordenboek, aangezien dat nu bijvoorbeeld bij Aloha en bij Score versie 2, dat je daar ook al standaard een uitspraakwoordenboek kan gaan downloaden, kan gaan toevoegen. Dus dat je niet vanaf nul een uitspraakwoordenboek moet gaan invullen voor jouw profiel, maar dat je alvast kant en klaar heel wat uitspraken hebt bij jouw score, bij jouw Aloha. Dus ter info. Dat werk is al gebeurd voor de a cappella stemmen. Ook iets dat je in een documentje terug gaat vinden dat jullie wordt toegestuurd, is een beetje jouw eerste hulp tips. Wat bijvoorbeeld als je het geluid wil stoppen, de acties wil stoppen, de scripting wil stoppen, abrupt. Dat kan dus met de escape-knop op de achterzijde van de Vibe 12. En dus ook op de Vibe 10.
Bijvoorbeeld als er heel veel woorden staan in de notitiebalk en er is heel veel gedrukt op de notitiebalk en die blijft maar spreken, spreken, dan kan je al die acties, al het geluid stoppen met een druk op de escape-knop. Als de luidspreker of het meelescherm zouden vastlopen, weet dan dat je altijd een reset kan doen. Dus met de punt van jouw balpen in het resetgaatje even drukken om alles te resetten qua luidspreker en meelescherm. Wil je de volledige vibe resetten in nood, dan is dat net zoals bij een ander Windows-toestel, ja, geforceerd afsluiten via de aan-uitknop. Ook een belangrijk is dan het batterijniveau, hoe lang hebben we nog? Dus als de Windows-balk zichtbaar is, dan kan je gewoon in jouw Windows-balk het energieniveau bekijken. Ook in Mind Express 5 zelf kan je in het menu bij systeem jouw batterijniveau gaan checken. En dus hoeveel heeft mijn systeem nog? Hoeveel batterij heeft hij nog? Dat kan je hier ook terugvinden. En zoals jullie misschien weten, je kan ook gewoon een vakje in Mind Express 5 maken waarin het batterijniveau getoond wordt en eventueel uitgesproken wordt, zodat je dat kan checken. Dus de Vibe 12 kan je in principe bij normaal gebruik 12 uur onafgebroken gebruiken. Dus je moet echt een volledige dag gerust kunnen, ook kunnen overbruggen. Bij intensief gebruik, dus echt continu audio, video, output, dan mag je erop vertrouwen dat je 6 uur kan werken, onafgebroken. Interessant om daarbij te vermelden, is dat je een fast charge functie hebt. Dus op zich, als je jouw Vibe 12 1 uur in stopcontact steekt, dan heb je al 80% van jouw batterij die opgeladen is. Dus dat is misschien ook interessant om te weten. Staat ook zeker in de info die jullie toegestuurd krijgen. Dus ik weet niet of dat toch een beetje helder is. Het is inderdaad niet ideaal zo online. Het is jammer dat jullie toestand een keer niet kunnen vastnemen en zelf uitproberen. Dus ja, weet dat je terecht kan bij onze verdeler, dus bij HMC. Als je graag een demo wil uitproberen, als je specifieke vragen hebt, aarzel niet om hen te contacteren, bijvoorbeeld ook voor een offerte voor jouw aanvraag. Of je kan onszelf, Jabla, dus de ontwikkelaar, aanspreken voor een demo of offerte. Ter volledigheid, dus de Vibe 12 valt binnen het offertebedrag van een uitgebreid dynamisch systeem. Dus je hebt die mogelijkheid om de omgeving te bedienen via infrarood en optioneel Z-Wave. Je hebt dus een Windows 10 platform met mogelijkheid om op het internet te surfen. Je hebt die Bluetooth connectie. Weet dat je sms'jes kan versturen met de Vibe 12. Dat je ook gewoon kan beeldbellen vanuit Mind Express 5 via de Skype app bijvoorbeeld. En je hebt dus die mogelijkheid, dus ben je een beetje de puntjes aan het overlopen, die mogelijkheid om met alternatieve bediening te werken. Dus je hebt die poorten voor 1 of 2 schakelaars. En dan heb je dus op jouw Vibe 12 Mind Express 5 met heel wat mogelijkheden qua tekst- en symboolcommunicatie, die verschillende symbolen, databanken, grammaticale opties, die ook uitgebreid zijn in Mind Express 5. Voilà. Dus dat valt hier onder uitgebreid dynamisch systeem. Dus alles is zeker na te lezen in de info die jullie toegestuurd krijgen. Ook gewoon op jabla.com vind je heel wat informatie terug. Dus de technische specificaties, de gegevensfiches over de processor, over de batterij, over de schermafmetingen. Dat kan je allemaal daarna lezen. Op onze website vind je ook de handleiding terug van de Vibe 12. En vind je ook de EC-declaratie. Dus we moeten voldoen aan heel wat normen, kwaliteitsnormen. Wat echt een impact heeft op de gebruikerservaring en op heel jouw termijn met dat toestel. Dus misschien interessant om eens te bekijken. Dus aarzel niet om ons te contacteren bij vragen, bij onduidelijkheden. Weet dat je de handleidingen terug kan vinden bij de Frequently Asked Questions. Weet dat er heel wat instructievideo's zijn over Mind Express 5, over onder andere die bediening via scanning. En dat je dus op afstand dus gratis support op afstand kan aanvragen na aankoop.
Voilà, dus dank jullie wel voor de tijd. Ik weet niet of er momenteel nog vragen of bedenkingen zijn. Ik ga de chat er subiet bijnemen. Dus ja, dank jullie wel voor de tijd en ook voor feedback. Dus nu en eventueel in de toekomst. Concreet, wat vonden jullie van deze sessie? Is het toch een beetje informatief? Is dat iets waar jullie in de toekomst misschien meer van willen? Bijvoorbeeld voor een volgend toestel, voor een volgende ontwikkeling? Laat het zeker weten. Is dit oké qua tijdstip, qua duur, qua format? Moet het een stukje interactiever? Dus heel benieuwd naar feedback over deze infosessies. En ja, verder, alle feedback is welkom over de Vibe 12, over onze ontwikkelingen, zodat we gewoon op basis van jullie input klantgericht kunnen gaan ontwikkelen. Zodat we echt een beetje weten wat er leeft bij de voorziening, bij het Vlaams Agentschap. Ik dacht dat Marieke hier ook was. Zodat dat een beetje, dat een kruisbestuiving kan ontstaan en dat we elkaar verder kunnen helpen. Dus we horen graag wat dat jullie ervan vonden. Dit was eigenlijk gewoon een beetje de bedoeling om de Vibe 12 voor te stellen en om jullie toch wat handvaten te bieden als jullie op termijn de Vibe 12 in handen krijgen, als jullie op termijn een zorgvraag krijgen, intern of extern, rond de Vibe 12. Ja. Dus nog een fijne avond aan de mensen die moeten afronden. Dank jullie wel voor jullie tijd en interesse en tot mails. Ik ga eerst even kijken in de Q&A. Voilà. Annemie vraagt, kan er een rooster op zoals we zagen op de Vibe 10? Ja, klopt. Dus inderdaad, als de keycard of het toetsenrooster of het vingerrooster waar ik over sprak, zoals je hier ziet op de website, optioneel kan je een toetsenrooster standaard of op maat mee aanvragen. Dus hoeveel rijen en kolommen heeft het bestand? Het is misschien het makkelijkste om het bestand dan door te sturen. En dan kan er een vingerrooster gemaakt worden, net zoals bij de Vibe 10. En net zoals het geval zal zijn bij toekomstige toestellen. En dan nog een vraag van Annemie. Dus is de Vibe beschikbaar zonder meelescherm? Als ik het goed heb, niet. Nee, dus zowel de Vibe 10 als de Vibe 12 zijn standaard met het meelescherm. Oké. Dus laat de vraag er eens komen. Ik weet niet of dat iemand mondeling een vraag wil stellen via de micro. En dan ga ik even naar de algemene chat. Goeie vraag van Joël. Dus wanneer kies je dan voor een Talus of voor een Vibe, als ik het goed begrijp. Dus sowieso verwijs ik hierbij graag naar de vergelijkingstabel die dat jullie mee opgestuurd zullen krijgen, dat je inderdaad hem een beetje kan plaatsen tussen al andere opties. Dus sowieso misschien dat de afmetingen een rol spelen. En inderdaad welke bedieningsmethode dat je hebt. Ik denk dat dat ook iets is om misschien individueel te bekijken voor de cliënt in kwestie. Dus als je een bepaalde casus hebt of een bepaalde vraag hebt, dat we inderdaad nagaan op basis van de verschillende technische specificaties en de verschillende kenmerken wat aan de orde is. Ik zoek hier de chat. Oké. Joël, ik zou voor iemand een toestel met oogsturing moeten aanvragen, maar waar kiezen we het best voor de Vibe of de Talus? Ik denk als het inderdaad een persoon is die oogsturing zou willen gebruiken, dan denk ik dat we inderdaad eerder richting een Talus 5 of een Talus met geïntegreerde oogmodule, dus een Talus i5, kunnen gaan. Dan zit dat erin geïntegreerd, dat is ook goed op elkaar afgestemd, de hardware van de Talus i5 op de oogmodule en de software. Neem zeker contact op met HMC, Joël, of rechtstreeks met Jabla, als je het daar specifiek over wil hebben. Ja. Maar voor oogsturing kijk ik momenteel naar de Talus i5. Dus dank jullie wel voor de aanwezigheid. Sluit gerust het webinar af als er geen vragen zijn. Nog een aantal minuutjes of er nog vragen komen.
En anders ga ik het webinar voor iedereen afsluiten. Dus als ik het goed heb, zijn alle vragen beantwoord die er momenteel zijn. Dus aarzel niet om HNC of ons te contacteren als er op termijn vragen komen. En alle feedback en input is welkom. Ik weet niet of jullie ook in de chat al willen delen van, is dit een goed moment? 4 uur op een dinsdag voor dergelijke sessies. Verkiezen jullie toekomstige initiatieven in de avonduren of tijdens de werkuren? Zijn er dagen die voor jullie het beste in te plannen zijn? Dus voor ons een beetje zoeken wanneer dat we het beste kunnen aansluiten met jullie werkrooster en met jullie privé natuurlijk. Dat is fijn om te horen. Dus ja, welkom misschien in een volgende sessie. Wie weet rond score versie 2 of rond een nieuw toestel. Oké, maar dan ga ik het webinar afsluiten. Nog een fijne avond iedereen en wie weet, tot mails. Ik ben nog eventjes aan het kijken. Ah, prima. Prima uur. Misschien nog ietsje later, bijvoorbeeld rond 4:30. Ah ja, dankjewel Joël. Ja, super. Oké, dankjewel. Laat de feedback maar komen dan via mail. Oké, tot ziens. Fijne avond iedereen.